Goeiedag. Ik meen dat het 16 september is, dan zien wij elkaar. Tenminste, als u inschrijft voor het congres. Het congres? Laten we zeggen dat het het SOLK-congres is. S-O-L-K. Als u niet zou gaan naar Utrecht, dan mist u wat. We praten daar over misschien wel pijnen die niet bestaan. Als je het aan mij vraagt, ik vond het vreselijk als ik pijn had en ik verdreef het altijd. Want er was maar één ding dat telde, spelen. Topsporters willen altijd spelen. Dus ze voelen de pijn niet eens. Ze willen de pijn niet. Over het algemeen vinden ze daar dan wel hele leuke kleine pilletjes voor die hele andere dingen met hun lijf en met hun geest doen. Maar een topsporter, nee, die wil maar één ding. Die wil bezig zijn met zijn sport. Dat is het. Nou, dat is wat ik weet. Maar ik weet ook nog van sporters die zich kwetsbaar opstelden. Ik weet bijvoorbeeld uit de Ronde van Frankrijk. Je had Steven Rooks, weet u wel? Met je querulanterige Noord-Hollander die vaak mopperde. En hij stond goed in de Tour. Hij stond echt goed. Hij kon misschien wel gaan winnen. Hij kon een trui verdienen. En hij zat niet goed in zijn vel. En dat voelde hij aankomen. En toen liet hij een osteopaat komen. Daar had de wielerwereld nog nooit van gehoord. Kijk, als je in de wielerwereld wat hebt, dan ga je naar een soigneur. Maar die osteopaat, die werd ingevlogen door Rooks. Rooks had geloof in die man. En die man zette zijn lichaam als het ware weer opnieuw in elkaar. Het zat in de onderrug. En wat gebeurde de volgende dag? Zwaarste bergtijdrit ooit. Hij wint. Nou, daar is toen over nagedacht. En als het hier niet goed zit, dan zit het in de rest van het lijf ook niet goed. Heden ten dagen doen velen het. Moet ik namen noemen? Arjan Robben, de man met het glazen lijf. Hij stoot zich ergens tegenaan en speelt 6 maanden niet. Ik weet van Roger Federer dat hij zich door een osteopaat laat behandelen. Ik weet dat meerdere toptennissers osteopaten mee laten reizen op dat gekke circuit rond de wereld. Who are those guys? Dat vraag je je dan af. Wie zijn jullie? Waar praten jullie over? Wat is jullie insteek in een betere wereld? Hoe krijg je mensen weer aan de praat? Hoe krijg je ze aan het werk? Hoe krijg je ze gelukkig? Dat is best leuk om als buitenstaander daarna te luisteren. Dus, Deo Volente, 16 september, in Utrecht, aan de snelweg. Daar praten we met elkaar. En dan ben ik inleider. Niet meer dan dat. Tot dan.